iedereen. Welkom bij een nieuwe video aan Polestar. Straks gaan we trouwens naar een goede vrienden van mij. Het is de eerste keer dat ik er naartoe ga. Maar het geeft wel een beetje stress. Weet je, dat is altijd omdat je voor de eerste keer naar iemand gaat. Ze zijn ook al een keer hier geweest. Ik heb ze ook al een paar keer gezien. Maar dat komt helemaal in orde. Maar ik heb dat altijd, dus dat is geen enkel probleem. En daar zit onze muffin. Die is altijd in de zetel daar, altijd. Die heeft gisteren trouwens een taart gekregen. Die staat trouwens nog steeds in haar kot. Hier. Je ziet er zo'n beetje. En nu zie je die niet meer zo dat dat een taart is. Maar dat is dus echt de vorm ervan. En ze vond het echt wel super lekker. Hij heeft er veel van gegeten. Want gisteren was hij jarig, onze muffin. Voor mensen die afvragen wat dit is in beeld, dat is namelijk geen ijsjes, maar slijm. De persoon die slijm moet maken, is zij daar. Hallo, welkom. Marcel heeft er ook van genieten. Marcel heeft eerst de zware werk gedaan. Ik ben eigenlijk bezig met het leuke ding. Daarmee spelen. Ja, leuke ding. Hè. Het is eigenlijk, we maken slijm. We zijn slijm aan het maken. We zijn eigenlijk op TikTok ook aan het reageren. Dus, en dat is in mijn toen al beneden. Kijk, dat is het slijm. Kijk, hoe goed dat is. Hè. Zeker, het is perfect. Je kunt zo'n bolletjes maken erin. Kijk. En valt van de handen, zie je. Perfect dus. Dit hebben we gemaakt. En dit heeft zij gemaakt. Om de cel heeft dat geen zicht tijdens het bakken. Dus wat gaan wij doen? Aankeer zakken. Postarken, dat is nieuw, ja. Hè? We gaan daar 3 haartjes stakken, kwart draaien. Nog een keer. Niet te diep, dan er niet los en door zitten. Anders kunnen we hem gaan zoeken, hè? Ja. In het veld. Voilà. Postarken. Gaan we een keer even een beetje napsen. En voilà. Je ziet dat al nu al, hè. Dat is natuurtalent. Van, ik zal u van gaan hebben. Nee. Dus dat is natuurtalent al op zijn eigen. Dus wat gaan wij doen? We gaan de marinade marineren, ja, op een geheime kruidenbasis van mijn, ja, eigen vrouwke. Spijtig genoeg, we gaan dat niet weergeven aan de kijkers. Dus we gaan dat niet weergeven aan de kijker wat dat de juiste kruidenbasis zijn. Want ja, ons is geen geheim, ja, meer. Hè? Enkel. Onze Polestar weet het. Ja, en ik zwijg ook. Voilà, dat is heel belangrijk. Dus, wat gebruiken wij? Een vodka. Eén ding moet zijn wat erin zit. En 2 dingen. Kaneesroop. Ja. En de kruiden. De heemkruiden is het toch niet. Ja. Dus, wat dat er zeer... kijk, mijn vrouwken heeft gezegd, ik mag een paar dingen verklappen van de kruidenbasis. Dus, in ieder geval zeker kaneesroop. Peper, zout, de basiskruiden, ja, met alle... uitgezonderd het geheim. Het geheim blijft nog altijd geheim, mensen. Ja. Dus wat gaan we doen? We gaan de halve toerke doen, daarmee, ja, dat ik u een voorbeeld ga geven. Ja. We leggen ons kalkoenroladeke in het potteke. Voilà. Wat is heel belangrijk, vooraleer dat we een beetje overgieten, dat we dat een klein beetje opkloppen. Waarom? De aroma's gaan hem samen mengen. Ja. Je klutst dan een beetje, je roert daar een beetje in. Want als... Nou, ik ga roken. Ja. Riekt goed, hè? Ja. Man. Ho, dat gaat smullen worden vanavond, ja, voor ze. En voor ons allemaal. Wat gaan we doen? Een klein beetje gieten. En we gaan er een keer langs gaan. We wachten even. Dus, wat doen wij?
Er ligt op de bodem, we gaan al een beetje beginnen draaien. Maar we moeten er ook voor zorgen dat alles heel goed bedekt is. Daarom, we gebruiken onze vingers, we hebben onze handjes gewassen daardoor. We draaien ons potje, zodanig dat we alles wel heel goed meepakken. Kijk, ik moet er zelf nog een beetje bij zelfs zijn. Tassen, gewassen. En we gaan dat nog een keer draaien. Dus wat gaan we nu doen? We heffen hem scheef. Sil, ik ga aan u overlaten. Ja. Maar we gaan ook nog wat overlaten in het potje. Okay. Waarom? We gaan dat achteraf gebruiken als het vlees gaat bakken om te overgieten. Okay. Voor de extra smaak. Kom aan, Sil. Laat nou. Ik had dus een handje plaatsen. Zul ik geen schrik en dat kalkoen laat ik, dat gaat niet bijten, hè? Is chance, hè? Kom aan. Niet bijten, hè? Oh, kijk, ik ben echt natuurtalent. Je ziet dat nu al, je ziet dat nu al. Man, man, man. Kijk, nu kun je tassen. Ik ga goed zijn. En we gaan nog een keer schoon de zijkanten doen. Voilà, hè. We gaan het op, man, een keer. Voilà, we draaien hem een keer om. Voilà, ja, en laat hem gewoon inleggen. Voilà. Dus wat gaan we nu doen? We zijn nu erin gestoken. Ik ga een tweede draadje bijsteken, omdat, ja, wat die handjes maar hebben. We gaan de tweede erbij steken. Waarom is de tweede heel belangrijk om erbij te steken? Er zit nog geheime basiskruiden in het potje zelf. Dus als dat nog een beetje kan intrekken, is dat wel heel belangrijk. Dus, ik pak mijn kalkoenrolladeken, ik steek er aan bij. We laten dat even liggen. Dus, wat gaan wij nu doen, Bolstar? We gaan dat even laten rusten, we gaan de camera draaien. Hup, na de kookpotten. Voilà, perfect. We gaan dat even aan de kant zetten. We hebben dat voorlopig niet meer nodig. En ons kastrolletjes... Die staan al te wachten. Die staan al te wachten op ons, in. Dat is ook een plezantste deeltje. Ja. Ziet een beetje zitten? Ja, ja. Allee, vooruit, dat is al een hele grote. Ik wil altijd graag bij, dat weet je. We nemen bakboter. We gaan we daar. Dat is mijn potteken. Dat is uw potteken. Voilà, zet dat op dat pijnvoerken. Ja. Ja, dat staat een beetje ver genoeg uit elkaar anders ook. Nee. Dat loopt niet helemaal anders weg. Hè. Ja. We nemen een klontje boter. Het mag iets of wat zijn, want dat moet in het begin aanschroeien. Mensen, ja, we moeten even geduld hebben. Ja, boter kan ze rap niet smelten, hè, 50 minuten. Ja. Nee. Maar ziet niet al, hè. Zijn oogstjes zijn aan het blinken, hè. Ja. Man, man, man. Dat gaat hier toppie worden vandaag. Ik ga u ook een uiterlijke oor geven. Kijk. Wat gaan we doen, hè. We gaan best een keer een beetje roeren. Dat heel dat pannetje een beetje onder de boter zit. Wassen. Laat het maar doen. Wat is heel belangrijk, hè, boter, als je je vlees wil aanschroeien, hè, die boter smelt. De meesten maken altijd de eerste fout. Dat is het direct voor vleesje daarin lagen. Dat moet je niet doen. Nee. Laat uw boter een beetje bruin komen. Nee. Dat wat blinkt, dat zo, hè. Je gaat dat zien. Dan gaat dat gelijk een muziekje zijn aan de oren. Dan begint hij te zingen. Wat, dan begint hij te zingen. Zie, ik kan die film redden, hè. En weet dit hier al allemaal? Man, 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 man. Tof. Ah, we gaan er nog een keer. Moeten we gewoon een beetje oplaten. Er zitten nu twee verschillende grootte van vuren. Ja. Dus ik ga de mijne iets lager zetten. Omdat bij mij een groter vuur is dan ik. Ja. Ik heb de kleinste. Ik kan je ook hier stellen in het midden. Want dat is even themakandig geprijsd. Ja, maar dat is ook maar wat, hè. En we willen geen ruzie creëren in de keuken. We moeten een beetje ruimte hebben, voor ruime beweging. En ondertussen worden de frietjes gesneden, de dunne frieten en de dikke frieten. Ja, ondertussen worden de frietjes gesneden door het fryen. Dus kijk, zie je dat? Kijk. Ja. Ik ben zo een glazig kleurje te nemen. Dus wat gaan we daarmee doen? Ik ga je dat ook zelf laten doen. We nemen ons vleesje. Ja. En we leggen er hem in. Let op voor de vingers. Voilà.
Ja, want in dat gaat heel rap, dat hij niet verbrandt. Allee, ah, geef dan maar eens een moment. Dat is een schaatsje. Maar jij naar de natuur gaan? Ieder, dat was stap 1, maar ja, we hebben trouwens over. Dit meten dat niet weg, we gaan dat bewaren, wij gebruiken dat. Heel belangrijk. Ja. Dus we laten dat aanschroeven. Ja. Je ziet dat we bijna al zo'n kleurtje te krijgen. Ja. Ik weet niet of dat we, ja, de mensen thuis zien dat niet. Hè? Nee. Kijk het niet. Kijk, dan kap een beetje aan dat te draaien. Ja, nee, dat is het niet. Ah, wacht. Dit is wacht. Holtakje. Als naald in de pot biedt, zou het niet zijn, hè? Dat past dan ook een beetje, joh. We gaan niet bij. Maar kijk nu. Ja. Ziet dat mensen, hè? Zeg hij dat hij dat al meer gedaan heeft, toch? Vandaag had hij hem. Ja, zie dat wel, hè? Ik leer dat ik al wel een keer gaan lopen in de kastrol. Ja. Dus proberen we dat een beetje naar het midden te brengen. Maar iedereen moet het leren. Kijk, wat gaan we doen? Maar... Kijk. De kat groen. Een watje. Nou, wordt gedraaid. Hij is nog niet klaar. We hebben het net geprikt. Volwassen. Dat ding is nog licht. Volwassen. Kan ik even bijdraaien dan? Kijk, wordt gedraaid. Bij mij staat hij wel op een ander vuurtje. Ja. Dus ja, een ja. Kleine vuurtje. Maar hij wordt straks wel verzet. Ja. Dus daarmee gaat die eerder klaar zijn dan deze. Maar dat is niet door mij, dat is door het vuur. Voilà. Dat de ene gaat gaar zijn. Is het hem niet gaar? Geen probleem, hè. Er zijn daar oplossingen voor. Hè. Dus, wat gaan we doen? Ik ga mijn pot apart zetten. Ja. Ik ga uw pot even hier zetten. Dat is goed. Ik ga eerst mijn handen wassen. Ah, dat was het. Van de wingers? Je mag uit. Je mag uit. Naar boven. Ja, dat is gelopen. Dus wat gaan we doen? We gaan hem een klein beetje mogen. Maar ik ga er nu wel een klein beetje water bij doen voor u. Ja. Want hij moet naar het erop staan. En dan nu nog een klein beetje water. Ja. Dat dan wel eens gedaan. Op haar bed liggen. Hallo! Dus hij wordt niet helemaal opengeknipt en gedaan. Dat ja. Wordt gedaan. De balletjes apart wel, Pien? Ja, dat weet ik. Voilà. Ja, maar gaan zien. Ja, gewoon, hè. De grote vraag, hè? Ja. Oh, dat is mooi. Dat hoofd gaat dan niet pakken. En dat dus de vraag is nu, is die uitgebakken, hè? Ik ben het ziet er goed uit. Dus mensen. Maak eens even die dingen, dan kan je omdraaien. Ja. Hij is dus haar, kijk. Schoonlijk is haar. Zo. Deze of deze? Dat maakt niet uit. Okay. Ik ga hem af en toe eens omdraaien. En Piet, is gelukt? Ja, ik heb het al getoond naar de kijkers. Zo, en nu doe je iets nog te draaien. Iets is te draaien. Hij is er al voor het kijken. Ja. Ik ga hem afvullen, want ik mocht dan niet proeven. Als je een snoepje geven om dat puntje weer te blijven. Kan maar nu ook eentje geven. We bedienen dat ook, hè? Achteruit. Ja, moet je goed zetten. Ah ja. Eigenlijk is het weer een beetje aan het zitten.
Handje. Dus dan leg je er alles in. Dus alles gaat in de oogschaal. Ga eens bieten over het schoot. Ja, ja. Dat kan ik in. Die andere mensen, als dat is een hoofd. En dit is een andere hoofd. En dit is een andere hoofd. We hebben er al wat koffie bij gedaan. De halve dingen hebben we erbij gedaan. En dit is de kalkoen. Een andere kalkoen. Ik krijg hem open. Moeilijk. Het is weer omdat ik kalkoen had. Maar dat de kalkoen nu wijn is, is die moeilijk. Hè? Altijd. Dat je in je vingers snijdt, maar niet in de oren, niet in de dingen, maar in je vingers snijden. Ja, even niet. Moet ik eens helpen? Je mag ook eens proberen. Ja, we gaan hem snijden. Mensen, dat is zo zijn kalkoenroulade. We gaan ook eens kijken of dat hij haar is. Ik ga hem nu wel eens... Zo, hier komt de grote La Man Supreme. Ja, spannend hè. Hier is het altijd zo spannend. Oh, en jou hoor mensen. Hij is klaar. Man, man. Hij is gaar. Ja, ja. Hij is echt gaar. Ik kan hem binnen gezien. Wat je doen? Ongeveer een kwart van een fles. Een kwart, nee. Een kwartje. Wat we doen daar nog in? Gehakt kruiden. In de saus. Voor de mensen die het willen weten. Een beetje gebraad kruiden. Kruiden. Een beetje zwarte kruiden. Bruine kruiden. Een beetje peper. Een beetje muskaatnoot. Een heel, heel klein beetje curry. Ja. Een beetje paprika kruiden. Ja. Een beetje filipili. Dus nu heb je citroensap. Nog een heel klein beetje kandijsiroop. Door een goede smaak aan te brengen. En nu wacht je totdat het inkookt. En dan verdikken met maïzena. Ja. Moet ik hem blijven roeren? Nee. Ah. Dan moeten we nu tot kook komen. Ah, oké. Ja, goede vragen. Ja. We gaan dan nu. Oké, wacht, ik heb altijd wat te vriend gaven. Dus zetten we erin. Tot de dikking kies je zelf. Hoe dikker je saus maakt, kies je zelf. En dan kun je de kalkoen normaal gaan maken. Ja. Nee, in de zender. Dada. Ja, schrikkes. Dat zijn punten. 24. Hij doet het goed, hè?
Ja, hè? Wat? Zal ik het nog beter doen, Sim? Ja. Ah, misschien een keer talen. Dat is 19, is 22, 22, 25, 35. Heb ik meer gesmeten of te kijk? En ik doe dat niet vaak, hè? Nee, hè? Nee, eigenlijk niet, hè? In de bak. De grond. Oh. Ja. Heb je dat bij een zakland? Nee. Zeker? Ja. Dertien, 19 en 24. Ja. Dat is heel goed gedaan door mij.